Ben jij nieuwsgierig naar hoe jouw genen je dieet, je behoefte aan micronutriënten en je voedselovergevoeligheden beïnvloeden? Mijn Medicijns persoonlijke voedings-DNA-test, de Personal Nutrition Test, kan je helpen deze antwoorden te vinden. Hoewel je levensstijl aan de basis ligt van voeding en gezondheid, speelt jouw genetische samenstelling een belangrijke rol bij het bepalen wat het beste werkt voor jouw lichaam. Bepaalde genetische variaties kunnen van invloed zijn op hoe jouw lichaam verschillende voedingsstoffen verwerkt, reageert op specifieke diëten en zelfs hoe gevoelig je bent voor verschillende voedingsmiddelen. Micronutriënten zijn een groep essentiële vitamine en mineralen die het lichaam in kleine, maar cruciale hoeveelheden nodig heeft om een optimale gezondheid en een goede werking te behouden. Hun impact op jouw algehele gezondheid is ingrijpend. Jouw genetische samenstelling heeft invloed op de efficiëntie waarmee jouw lichaam deze voedingsstoffen opneemt en vervolgens gebruikt. Als dit niet in balans is, kan dat leiden tot tekorten. De Personal Nutrition DNA-test identificeert jouw specifieke behoeften en helpt mogelijke gezondheidsproblemen te voorkomen. Mijn Medicijns Personal Nutrition DNA-test onthult ook hoe jouw genen de reactie van jouw lichaam op verschillende diëten beïnvloeden, zodat je de beste aanpak kunt vinden voor jouw unieke voedingsbehoeften. Mediterraan dieet. Dit dieet is geworteld in de traditionele voedingsgewoonten van landen rond de Middellandse Zee. EM is rijk aan verse, natuurlijke voedingsmiddelen. Het is vooral gunstig voor personen met genetische variaties die het risico op diabetes type 2, obesitas of chronische ontstekingen verhogen. Jager-verzamelaar dieet, paleo. Gebaseerd op de eetpatronen van onze oude voorouders, richt dit dieet zich op natuurlijke, onbewerkte voedingsmiddelen, zoals mager vlees, vis, fruit, groenten, noten en zaden. Het kan vooral voordelig zijn voor mensen met genetische neigingen, tot schommelingen in de bloedsuikerspiegel, of voor mensen die op zoek zijn naar een dieet met weinig bewerkte voedingsmiddelen. Ketogeen dieet. Dit vetrijke, koolhydraatarme dieet brengt je lichaam in een staat van ketose, waarbij vet wordt gebruikt als primaire energiebron. Het is ideaal voor personen van wie het genetische profiel de voorkeur geeft aan het vetmetabolisme, waardoor het effectief is voor gewichtsbeheersing en metabole gezondheid. Plantaardig dieet. Dit dieet legt de nadruk op verse, minimaal bewerkte voedingsmiddelen uit plantaardige bronnen en ondersteunt de algehele gezondheid en is gekoppeld aan een verminderd risico op chronische ziekten. Het is vooral gunstig voor mensen met genetische belastingen die beter af zijn met een dieet dat rijk is aan fruit, groenten en plantaardige eiwitten. Je genen hebben niet alleen invloed op welke voedingsstoffen je lichaam nodig heeft, maar ook hoe het reageert op bepaalde voedingsmiddelen en stoffen. Inzicht in jouw genetisch bepaalde overgevoeligheden kan je helpen ongemak te voorkomen en helpt een betere gezondheid te bevorderen. De Personal Nutrition DNA-test evolueert. Overgevoeligheid voor zuivel. Dit gaat in op hoe jouw lichaam lactose verwerkt, de suiker die voorkomt in melk- en zuivelproducten. Genetische variaties kunnen namelijk leiden tot symptomen van lactose-intolerantie, zoals een opgeblazen gevoel, winderigheid en spijsverteringsproblemen. Overgevoeligheid voor catecholamines. Deze overgevoeligheid beïnvloedt hoe jouw lichaam reageert op stressgerelateerde hormonen. Genetische variaties kunnen van invloed zijn op het vermogen om effectief met stress om te gaan. Overgevoeligheid voor cafeïne. Jouw genetisch profiel bepaalt hoe snel jouw lichaam cafeïne metaboliseert. Bepaalde genetische variaties kunnen verhoogde effecten van cafeïne veroorzaken, zoals zenuwachtigheid, verhoogde hartslag of slaapproblemen. Zelfs bij de consumptie van kleine hoeveelheden. Overgevoeligheid voor gluten. Dit gaat in op hoe jouw lichaam reageert op gluten, een eiwit dat voorkomt in tarwe, gerst en rogge. Bepaalde genetische variaties kunnen een verhoogde gevoeligheid voor gluten veroorzaken, wat leidt tot symptomen zoals een opgeblazen gevoel, spijsverteringsproblemen of vermoeidheid. En nog veel meer. We hopen dat deze video heeft geholpen. En we horen graag van je als je vragen hebt.